Goedemiddag Sven Nijs, we staan bij de VFB-beurs in Antwerpen. U heeft net gesproken over uw parallellen uit uw succesvolle sportcarrière met het bedrijfsleven. Kunt u dat in het kort toelichten? Maar ik denk wat in de sport gebeurt is echt wel een parallel te trekken naar het bedrijfsleven. Hoe je in een team werkt, de juiste mensen op de juiste plaats zet, zodanig dat er vertrouwen is dat je aan dezelfde koord trekt om uiteindelijk samen succes te hebben, een bepaalde visie hebben, structuur, respect voor de collega's en de concurrentie. Dat gaat altijd de kwaliteit van je eigen onderneming verbeteren. En ik ben er echt van overtuigd dat al die anekdotes en verhalen die uit mijn sport komen en wat ik beleefd heb, dat ik dat kan doorgeven aan een nieuwe generatie en verschillende sectoren. Maar heel veel CEO's zijn vaak toch een beetje einzelgangers, denk ik. Die vaak toch denken het zelf het beste te kunnen. Hoe zou deze beste gestuurd kunnen worden? Ik denk achter de schermen dat er toch heel veel bedrijfsleiders ook wel iemand hebben. Een klankbord waar ze even terecht kunnen. En dat ook noodzakelijk is. Dat er een keer geluisterd wordt. Dat er een keer vragen kunnen gesteld worden. Want elk persoon, sowieso, of ze het nu willen toegeven of niet, zit af en toe met vragen, met onzekerheden. En als je die bij iemand terecht kan, dan ga je gigantisch voordeel uithalen. Hoe zou dat in praktijk moeten dan? Bijvoorbeeld topmannen van bedrijven die dan advies inhuren? Ik denk zeker dat er intern binnen die bedrijven kwaliteit genoeg zal zijn om uiteindelijk samen succes te kunnen gaan boeken. Luisteren naar elkaar. En het is niet zo dat de bedrijfsleider alleen maar de wijsheid in pacht heeft. Ik denk dat hij vooral ook op zoek is naar kennis waar hij zelf niet over beschikt. En als je die kunt samenbundelen, ja, dan ga je samen gewoon succes hebben. En ik denk dat dat de kwaliteit is van een heel sterk bedrijf. Ziet u verder nog parallellen uit uw sport, uit sportwereld en het bedrijfsleven? Maar er zijn heel veel parallellen te trekken uiteraard. Hè. Ik denk dat het kwaliteit leveren op lange termijn, niet op korte termijn succes willen hebben, ondanks de risico's die je daarin neemt. Ik denk dat dat ook van goudwaarde is. Er zijn heel veel fouten gebeurd in het verleden. Denk maar aan de autosector waar Schummel software op de markt is gebracht om toch maar op korte termijn succes te hebben. In de sport is dat vaak ook al eens te zien geweest met doping, om toch maar die kampioen te kunnen blijven. Ik denk dat de lat op de juiste hoogte leggen, weten wat bereikbaar is als sportman, maar ook als bedrijf, dat superbelangrijk is. In uw presentatie gaf u aan winnaars hebben plan en losers hebben een excuus. Kunt u dat kort toelichten? Maar ik denk dat je altijd moet met mensen samenwerken en een bepaalde structuur opzetten en naar een doel kunt toeleven, een bepaalde visie hebben. Ik vertel dat ook heel vaak met een leuke anekdote. En het is misschien ook een beetje ludiek opgenomen, maar er zijn heel veel mensen die met kerstmis tegenover elkaar, tegen hun partner zeggen, als ze zo net dat kersttaartje achterover hebben gekipperd met nieuwjaar, dan ga ik eens iets aan mijn gewicht beginnen doen. Maar er zijn ook heel veel mensen die dan een excuus zoeken en zeggen, oh, het is toch slecht weer buiten, ik zal nog maar een week wachten. En dat is in het bedrijfsleven ook heel vaak zo. En in de sport. Als je ergens wil voorgaan met de juiste mensen op de juiste plaatsen, dan moet je ervoor gaan. Dan moet je in jezelf geloven en samen proberen succes te boeken en geen excuus zoeken. Tot slot, we zien toch heel veel grote einzelgangers zoals Elon Musk of Steve Jobs destijds toch hoog aan de top staan. Denkt u dat deze mensen dat zelf hebben gedaan of dat ze toch veel klankbord hebben gehad in het verleden? Het creatieve zal zeker van hen gekomen zijn. Zij zijn natuurlijk ook leidinggevend. Zij sturen goed aan. Maar het is niet zo dat zij alles helemaal op poten zetten. Ze zijn absoluut een bedrijf waar heel veel kennis, heel veel innovatie aanwezig is. En dat komt enkel en alleen niet van de bedrijfsleider. Oké, Sven Nijs, bedankt voor het interview. Graag gedaan. Dankjewel. Hè.